Er is maar één mooiste feestje van Noord-Holland, toch? Dat is India Summer Festival met een hele hoge naamsbekendheid en ook ja, een track record van je welste. Hier moet je zijn dit weekend. Op het festivalterrein bij Geesmar Ambacht worden de laatste klusjes geklaard, zodat straks het grootste festival van boven het Noordzeekanaal kan beginnen. Dat betekent muziek, drank en gelukkig stralend weer. 2 dagen lang heerlijk 30 graden. Dat wordt een fantastisch India Summer Festival. Maar ja, als organisatie moeten we dan natuurlijk wel gelijk aan de warmtemaatregelen. Dus alle toiletten hebben hier gratis drinkwater. En er zijn ook zonnebrandteams van het Kankerbestrijdingsfonds. Dus je kun je lekker laten insmeren? Ja, smeerbeheer noemen wij dat. Naast alle podia is een grote roze kerk op het terrein niet te missen. Daar beloven ze je het beste weekend van je leven. We hebben gewoon hier een feest waar we eigenlijk willen dat alles mag. We gaan lekker stoeien, heel veel mensen gaan dj'en. We hebben van alles wilds wat we gaan doen. En ik weet niet of jij er nog wat aan wil toevoegen. Ja, zeker. Hard lachen, hard dansen en hard chansen. Maar muziek en optredens voeren toch de boventoon. Met in de tent flink wat bekende artiesten. Dit is dus het domein van de jeugd van tegenwoordig. Guus Meeuwis, die zal hier ook staan. Nick is Simon is hier, direct, my baby. Grootste tent, grootste namen. Je kunt hier 25.000 mensen kwijt, hè? Komen die ook? Bijna. Er passen er nog een paar bij en dan zijn we echt uitverkocht dit weekend.